Ja, genomineerd in de categorie leukste clubje van het jaar. Wat betekent dat voor jullie? Ja, het betekent sowieso voor mij en voor ons kantjes heel veel. Wij hebben heel veel meegemaakt. We hebben vorig jaar te horen gekregen dat onze headcoach borstkanker had en dat ze ons dus niet meer zou kunnen trainen. Daardoor gingen wij juist denken van wij gaan dit voor haar doen. We hoorden het denk ik 3 weken voor de eerste voorronde van het NK. En toen vanaf dat moment dachten we alleen maar we gaan het voor haar doen, we gaan het voor haar doen. Want dat was het ook echt gewoon. Is er geen moment bij jullie geweest dat jullie dachten van hoe moeten we nou verder zonder onze hoofdcoach? Nee, omdat wij sowieso een heel hecht team hebben. En we hebben ook nog een andere coach, die heeft ons ook daar heel erg in geholpen. En gewoon door het met elkaar te doen, zo lukt het gewoon. En wat hebben jullie de afgelopen jaar allemaal bereikt met haar in gedachten? Wij zijn bij de eerste voorronde zijn wij tweede geworden. Bij de tweede voorronde zijn wij ook tweede geworden. En op het NK zelf zijn wij eerste geworden. En waren wij dus Nederlands kampioen level 4. En hoe was dat dan om dat te bereiken? Was ze daar ook bij, toevallig? Nee, ze was daar niet bij. Dus ja, dat was voor ons heel jammer. Maar ze heeft het wel via een video. We waren aan het videobellen met haar. Dus ze heeft het wel gezien. En ja, dat was zo'n onwerkelijk moment. We geloofden het in eerste instantie niet. Want we dachten, ja, we worden toch tweede. Heel emotioneel moment ook, Ja, denk ik. zeker. Hoe gaat het nu met haar? Ja, het gaat goed met haar. Ze geeft ook alweer training. Niet meer aan het seniorenteam, maar aan het juniorenteam. Dus ja. En dus misschien is ze snel wel weer terug bij jullie. Ja, zeker. En hebben jullie nou echt vleugels gekregen dankzij haar? Of denk je dat jullie ook, als zij gewoon jullie trainer was geweest, Nederlands kampioen hadden kunnen worden? Nou, dan hadden we ook natuurlijk wel Nederlands kampioen kunnen worden. Maar ik denk dat doordat we dit te horen hebben gekregen, toen dat toch ons die extra push heeft gegeven om het toch nog te doen. Gewoon voor haar echt. En hoe kan dat nou, denk je, hè? Dat echt die push aan jullie heeft gegeven? Was dat teamgevoel altijd al zo sterk bij jullie? Ja, zeker. En ja, doordat dat gebeurde, is dat gewoon nog sterker geworden. En ja. En dat is er nog steeds. Ja, zeker. En daarop gebaseerd hebben jullie de vertrouwen in dat jullie ook dit jaar gewoon weer op dezelfde weg verder gaan. Ja, zeker. Met of zonder haar, dat maakt niet uit. Dat maakt inderdaad niet uit. Hey, en ja, wat zijn dan ja, nu jullie doelen met het team? Want jullie zijn natuurlijk Nederlands kampioen geworden. Wat ligt er verder nog op de. Ja, wij gaan dit jaar weer meedoen naar het Nederlands kampioenschap. Wij hopen volgend jaar mee te mogen doen met internationale wedstrijden, onder andere Duitsland. En ja, misschien ooit zelfs wel de wereldkampioenschappen. Dat is wel echt gewoon het hoofddoel, denk ik, voor iedereen in Dat is onze de vereniging. grote droom, Ja, 2K. zeker. En wat zou het voor jullie betekenen als zouden jullie deze award winnen? We zouden daar heel erg blij mee zijn. Het zou voor ons nog een bevestiging zijn dat wij zo'n sterk teamgevoel hebben en dat wij eigenlijk gewoon één grote cheerfamilie zijn. En ik heb zo'n idee aan wie jullie de award zouden opdragen. Ja, aan Jessica, onze coach.